ben zooi op Marktplaats aan het zetten en op Instagram aan het zetten. Ik heb weer een stapeltje boeken uit. De meeste boeken verkoop ik weer als ik ze uit heb. Ik wil eigenlijk niet zoveel boeken in huis hebben. Ook al is het heel cool om een boekenkast vol met boeken te hebben. Ik vind het vet om een boekenkast te hebben met boeken die ik vaker lees en die ik echt heel tof vind. Op dit moment zijn dit ze. Dit zijn de boeken die ik vet vind en vaker heb gelezen of vaker wil lezen. Het zijn er maar 1, 2, 3, 4, 26. Dus dit wel. En deze niet. Ik heb ze op Instagram gezet. Sommige zijn 5 en sommige zijn 7,5 euro. Deze heeft iemand al gekocht. Deze heeft iemand gekocht. Deze heeft iemand gekocht. Kijk, het was wel een vet boek. Maar ik heb niet zoiets van, oh, ik ga hem nog een keer lezen. En ik ga hem bewaren. Dus nu kan ik iemand anders er blij mee maken. Dus dat is nice. Verder, deze domme zooi. Kijk, ik verkoop gewoon snijplanken. Die 4 voor 7,50 euro bij elkaar. En dit ding voor een tientje. En dit houten krat voor 7,50. En dan denk je, wat een moeite voor die paar euro. Maar ja, ik vind het wel leuk om te doen. Volgens mij heb ik dit een keer eerder in de video gezegd. Ik doe er namelijk dit mee. Kijk. Vorige keer dat ik best wel veel dingen op Marktplaats zette en verkocht. En dat was in november. En toen had ik €548,13 op mijn rekening. En ik had er best wel veel moeite voor gedaan. Ook dit soort kleine dingetjes verkocht. Sommige wat grotere dingen, elektrische apparaten bijvoorbeeld. Maar toen had ik €548,13. En ik heb ook wel eens een keer eerder gezegd dat ik dat normaal op een rekening zet waar ik dan weer nieuwe troep van ging kopen. Maar op dat moment had ik geen zin om nieuwe troep te kopen. Dus ik dacht, ik maak er Bitcoin van. En ik kon toen met die €548 0,0408-5158 Bitcoin kopen. En ik heb dus nog steeds die Bitcoin van die troep die ik heb verkocht voor €548. Maar nu is het €1574 waard. Ongeveer 3 keer zoveel. En ik had heus niet voorspeld dat het 3 keer zoveel waard zou worden. Maar ik heb wel vertrouwen in dat Bitcoin langzaam iets meer waard gaat worden. En daarom vind ik het dus tof om... Het is gewoon een leuk spelletje. Dus ook troep in mijn huis en ook samen met Jenny daar gewoon op Marktplaats te zetten. En dan om misschien een keer €5 of €7,50 of €12,50 voor te krijgen. Maar ja, dat wat ik in november allemaal heb verkocht. En wat ik ervoor heb gekregen, ja, dat is nu 3 keer zoveel geworden. Ja, dat is toch nice. En nu, alles wat ik hiermee verdien, ja, ik weet niet of ik er Bitcoin van koop of gewoon een keer een indexfonds voor wat minder risico. Maar ja, ik hoef nu nog steeds niet iets nieuws te kopen. Alhoewel, ik moet wel echt nieuwe sokken hebben. Maar ja, dat is een van mijn hobby's geworden het laatste jaar. Dus gewoon kijken wat ik in huis heb liggen, wat ik nooit gebruik en wat ik echt nooit meer zal gebruiken. En dan kijken of ik er iets van geld voor kan krijgen. En dan lekker investeren. Ik denk sowieso dat het slimmer is dan gewoon euro's op mijn bankrekening laten staan. Of de meeste andere domme zooi van te kopen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik laat wel eventjes weten wat de opbrengst is van al deze zooi. En dan laat ik over een jaar ook wel weten of dat bedrag veel meer is geworden. Of minder, kan natuurlijk ook. Is natuurlijk wel hoog risico, hè. Maar ik denk het niet. Maar we zullen zien. Maar ik denk het niet.